spelen van dat volkslied is het misschien even tijd om te kijken naar die twee supporters die een hek zagen openstaan. En prompt door dat openstaande hek het veld opliepen. Ten einde volledig gekleed in het oranje de resterende toeschouwers te bezoeken. Ze doen dat op het ogenblik hier. Inderdaad, het hek stond even open. Ze zagen het gaatje en ze scoorden pijlsnel. Het wordt straks een wedstrijd in groep 5 van de voorronde om het wereldkampioenschap voetbal, waarvan de eindronde volgend jaar in Mexico wordt gespeeld. En die eindronde is dan van 31 mei tot 29 juni. En dat toernooi, dat is een lange zit. Want er zijn daar 52 wedstrijden te spelen. Zeg maar twee voldaags een wedstrijd op televisie. En er zijn 7 rustdagen. Wie gaat daarheen? Maken deze mensen nog een kans? Herbert Prohaska daar rechts, Benny Wijnstekers links. Het gaat, u heeft het allemaal kunnen constateren de laatste maanden, om plaats 2 in groep 5. En plaats 2 geeft niet automatisch recht op een plaats in dat eindtoernooi. Plaats 2 betekent een extra duel met de nummer 2 uit groep 2, met mogelijkerwijs België of Polen. Die twee landen spelen overigens ook vanavond tegen elkaar, maar die twee spelen ook nog in september tegen elkaar. En pas dan is nummer 2 bekend. De opstelling bekend, zoals die de laatste dagen inmiddels was vrijgegeven met een middenveld met Schoenhaker, Rijkaard, Van der Kerkhoff en Koeman en voorin Van der Gijp, Kieft en Taha Mata. En dan aan de andere kant deze ploeg van Oostenrijk, Concilia in het doel. Hij was er al bij in 1978, hij is er al heel lang bij met zijn 37 jaar. Een Leiner, Turmer, Petzij, Brouwneder. Het middenveld met Heurman, Prohaska, Kienast, Wilvoort. En voorin de twee spitsen, Schachner en Polster. Scheidsrechter hier, de Italiaan Agnolin. Trainer van de Nederlandse ploeg. Tegenwoordig Leo Beenhakker en al geruime tijd de dokter die straks ook gaat zitten, Frits Kessel. Nederland start met 3 mensen voorin. Kieft in het midden, Taha Mata op links, René van der Gijp op rechts. Oostenrijk begint met 2 mensen voorin. En iedereen beseft dat dit Nederlands elftal hier moet winnen om de kansen op plaats 2 in groep 5 werkelijk gestalte te geven. Want na deze wedstrijd tegen Oostenrijk komen slechts nog de wedstrijden Oostenrijk, Cyprus en Hongarije in Nederland. De aftrap van het Nederlands elftal. Rijkaard in het midden, Brands achterin, Brands en Wijnstekers. Ze zullen zich vooral moeten bemoeien met de mensen die ver vooruit staan aan Oostenrijkse zijde. Van de Kooiput en Taha Mata. Ik ben sfeergevoelig, heeft deze Taha Mata gezegd. Met zijn 28 jaar heeft hij eigenlijk nog nooit een echt groot voetbaltoernooi meegemaakt. Trouwens, er zitten natuurlijk meer spelers in dit Nederlands elftal die op een redelijk rijpe voetballeeftijd zijn gekomen en de echte grote toernooien aan zich voorbij hebben zien gaan. Van Breukelen, Wijnstekers, Taha Mata, zij waren niet bij een wereldkampioenschap voetbal. En ze zijn op een leeftijd dat eigenlijk dat wereldtoernooi in Mexico hun laatste kans is. Het geldt voor Van Breukelen. Frank Rijkaard is nog jong met zijn 22 jaar. Van de Kooiput. Vroeg storen nu aan Oostenrijkse zijde. Vandaar balwinst. Rijkaard aanspeelbaar. In de diepte Schoenhaken. Petzij daar de laatste man in de Duitse competitie uitkomend voor Werder Bremen. Prohaska. En Oostenrijk, het hoeft niet ontevreden weg te gaan wanneer hier gelijk zou worden gespeeld. Dan immers wacht nog het duel tegen Cyprus voor Oostenrijk. En Nederland moet er nog maar de punten zien te halen uit bij Hongarije. Duw van Kieft, vrije trap tegen. Leiner, speler van Rapid Wien. Rapid Wien dat in ditzelfde Feyenoordstadion zal uitkomen in de finale om het Europa Cup 2 toernooi.
15 mei. Brands met een duw en ook hij met een vrije trap tegen. Prohaska. Alle activiteiten uit zijn stilstaande positie komen van hem. Dat is Polster. En Polster is meegenomen in de opstelling aan Oostenrijkse zijde omdat dat een hele gevaarlijke jonge klant is. Van de Kerkhof. Ingooi Nederland. Wijnstekers is daar op rechts terecht gekomen omdat hij meegaat met Schachter. Schachter is voor hem, Polster is voor Brands. Een Schoenhaker moet veelvuldig opkomen en zal veelvuldig daar in de spits zijn te vinden naast Kieft. Zo althans is de bedoeling. Maar Oostenrijk gooit. Van der Gijp komt de bevlieging al gauw. De voorzet is knap gevaarlijk. Doeltrap. Even was duidelijk dat Consilia een oudere man is. Deze keeper. Die ook in het doel heeft gestaan bij Anderlecht een aantal jaren. As van de Oostenrijkers heeft ervaring, Consilia, Petzij, Prohaska en voorin Schachter. Van der Kooiput. Breed. Schoenhaker. Petzij voor het lange werk tot dusver. Ferme trappen die voor opruiming moeten zorgen. Zoals bekend, Oostenrijk speelde slecht tegen Hongarije. Of Hongarije speelde erg goed. In de ploeg van Oostenrijk stonden toen vrij veel vrije verdedigers. Nu is er nog één over, Petzij. Dus men hoeft zich niet meer te verdringen om die plaats. Laatste man van de Gijp, doeltrap. En het optimisme in Nederland is natuurlijk eigenlijk gebaseerd op die 3-0 nederlaag die Oostenrijk leed in eigen huis tegen Hongarije. En toen prompt de kans op die tweede plaats in deze groep van de voorronde weer aantrekkelijk werd. Bal buiten, ingooi. Polster. De winst is gering in meters, maar gunstig in seconden. Polster. Kienast. De gat Schoenhaker. Alleen Kieft. Schoenhaker nu. Prohaska. Overtreding van Prohaska.
Wijnstekers. Vier mensen moeten achterin blijven. Voorlopig zeker gezien de stand en het feit dat Oostenrijk toch maar vooral niet mag winnen. Want dan gaat het licht een pakweg anderhalf jaar zeker uit. In de Nederlandse voetballerij. Van der Gijp. Rijkaard. Tegen Petzijl. Schoppende Wijnstekers, vrije trap tegen. Prohaska. Of niet Prohaska natuurlijk, Kienhorst. Voor dat werk heb je eigenlijk Prohaska nodig. Schoenhaker. Nieuwe ingooi van de Kerkhof. Gevaarlijk spel. Voorin. De lange mensen, Brands, Rijkaard, de kopsterke Kieft. Brands, ver van de kool gehouden. Rijkaard wacht. Prohaska. Hij komt voor rekening van Frank Rijkaard, de man die het spel verdeelt. En daarvoor wel het liefste wat tijd wil hebben, wat ruimte. Koeman en Brands. Rijkaard biedt zich aan. En Brands slaat hem over om op zoek te gaan naar Tahamata. Van de Kooiput. Tahamata. Kieft. De eerste kans. Wim Kieft. Van de Kooiput. Ingooi Oostenrijk. Pajolien ziet het scherp. Neemt de overtreding van Brands mee voor deze vrije trap van Prohaska. Doeltrap. Petzij was voor hier. Wissel van de Kooiput. Wijnstekers. Het is opvallend dat de Oostenrijkers nu proberen in een heel vroeg stadium het opzetten van de aanval bij Nederland onmogelijk te maken. Terwijl er eigenlijk in de afgelopen dagen zoveel over te doen is geweest dat Nederland dat zou doen bij Oostenrijk. En dat Hongarije dat knap deed in de wedstrijd tegen Oostenrijk die met 3-0 werd gewonnen. Succes voor Oostenrijk is hier duidelijk. Balbezit. En balverlies aan de Nederlandse kant. En zo zijn er 11 minuten voorbij. Zonder grote Nederlandse stormen. Met één kans voor Kieft. Daar is mogelijkerwijs niet nummer 2. Wilfoert. Niet buitenspel. Schachter. Overtreding Willy van de Kerkhof. De woede richt zich op grensrechter Casarin, toch ook een bekende naam uit het Italiaanse fluiterswezen. Hij is hier als grensrechter.
Prohaska. Corin Polster. Gienaerst ook, die is ook lang. Opnieuw niet buiten spel overigens, die doorgelopen Gienaerst daar vlakbij. Gespeeld. Leiner. Polster laat op zich inlopen door Ben Wijnstekers en krijgt daarvoor de vrije trap tegen. Kieft. Koeman, hij is nog niet ver in het stuk voor je gekomen. Rijkaard. Tamata. Misverstand tussen die twee. Tamata had hem in de lengtas willen hebben langs de lijn. Leiner ziet het niet zitten. Het zijn bal buiten. Ingooi van Koeman op Rijkaard. Kieft. Niemand van Oostenrijk voor. Schoenhaker. De echte vlotlopende aanvallen zijn er nog niet geweest in dit eerste kwartiertje. Oostenrijk natuurlijk logischerwijs. Als er al vaak in de wedstrijd zou komen, zorg dat het eruit gaat. Dat is opzet bij Oostenrijk. Ook Agner Wien zag daarin een overtreding van Brouwneder. Voor de vrije trap is ook Brands weer naar voren. En zo ontstaat een rijtje Schoenhaker, Kief, Brands. Problematisch genoeg, want het is Polster, de aanvaller, die daar die balhoekschop komt. En zo zitten er toch natuurlijk steeds weer mogelijkheden uit die situaties, zoals een vrije trap en een corner zijn. Corner Tamata. Schoenhaker. Rijkaard Brands. Zuinigheid. Van de Kooipunt Brands. Koeman. Te moeilijk. Frank Rijkaard, toch ook al enigszins bestempeld als een man die een sleutelrol in deze wedstrijd heeft opgedragen gekregen. Hij is de laatste weken goed in vorm bij Ajax. En hier heeft hij dan te maken in verdedigend opzicht met Prohaska. En ondertussen moet hij zelf in aanvallend opzicht ook iets kunnen betekenen. Ooit debuteerde hij bij Ajax onder Leo Beenhakker. En had hij al direct in zijn eerste jaar als jongetje van 17 een partij tegen Breitner van Bayern München. Konto en dat ging toen goed.
Daar overigens Hinast die voor Rijkaard voordrong. Te gehaast Schoenhaker. Michel van der Korput. Goeie bal op Van der Gijp. Ik stond even te wachten. Oostenrijk gooit. Leiner. Twee mensen slechts dichtbij. Prohaska. Leiner. Weinig lef voor de voorzet. Kieft van der Gijp. Taamata. Kieft komt. Bij trap tegen. Keeper is van de grond. Kieft komt tegen die in de lucht hangende keeper aan. Hij krijgt daarom de vrije trap tegen. En drukt er nog een elleboog bij ook. En Consilia zal ongetwijfeld veel tijd in beslag laten nemen met deze blessurebehandeling. Oostenrijkse Beertje laat het nemen van die vrije trap over aan Petzij. Frank Rijkaard en Van der Korput die nu gedwongen wordt tot lange trappen. Dan verkiest hij hier de voorzichtigheid. Van der Kerkhof krijgt vrije trap mee. Wat maakte hij de drukte? René van der Gijp. Brands steeds gezocht. Ook wel vaak gevonden eigenlijk de dus weer in de lucht. Schoenhaker. Elf overtredingen tot dusver in deze wedstrijd. Die overigens redelijk verdeeld zijn. En het is juist dat Angeli nu zegt van krabbel jij maar weer op. Of laat je anders behandelen aan de zijlijn. Want anders halen jullie hier wel erg veel tijdwinst uit. Brouwneder is nu dan ook weer terug. Kieft. En te laat bij Van der Gijp, die Brouwneder. Rijkaard, Kieft bij de eerste paal, Leijnerhout weg. En de counter, die hoort bij dat soort situaties. Kijk de pakkende Van der Korput naar het shirt van Polster. Polster, nee. Van Breukelen, goed eruit. Ja, de kansen zijn er, maar dan wat gebeurt er bij zo'n counter. Goed werk
van Breukelen. Kans mis voor Polster. Rijkaard. Dit paasje komt er niet aan, ook al omdat Wilfort niet op tijd vertrekt, of Heurman. Maar net verliep die counter bliksemsnel via de voeten ook van Prohaska. Tamata. Goeie beweging. Ja. Heel goed. Kief misgelopen bij de eerste paal. Zo komt nu het vuur los. Van de Gijp. Geen overtreding. Van de Kerkhof. Hoekschop. Hoekschop op rechts. Hoekschop van Koeman. Met de linkervoet. Vier lange mensen zijn voorin. Volgens opzet. Vier kopsterke mensen. Waarvan Brands eigenlijk toch doorlopend gezocht wordt. En waarbij Kief dan de aandacht trekt bij de eerste paal. Tamata. Rijkaard. Natuurlijk. Ingooi Nederland. Nee. Een voet. Van Koeman heeft er tussen gezeten. Blijft een mooie voetballer om naar te kijken, zoals hij ook de bal daar afschermt. Maar hij heeft niet allemaal ploeggenoten die hetzelfde met de bal kunnen als hij, Herbert Prohaska. Kieft. Verschil. Een overtreding van de Kerkhof wordt ook als zodanig gezien door de scheidsrechter. Tot zij zetten van die kleine Wilfort. Dus wordt er toch vrij veel tijd gewonnen op dit soort momenten. Zo leg je ook de energie bij een tegenstander wat lam. Haal je de vaart er weer uit bij die overtreding. Wilfort. Polster. En Brands. Prohaska. Kienast. Prohaska. Dat was mooi. En werd kennelijk aangetikt door Schoenhaken. Rijkaard. Prohaska zit nog geblesseerd op de grond. Aan de enkel. Geraakt. Bij de ingooi van Nederland doet Prohaska weer mee. Rijkaard. Polster. Breed kan. Voor de man is altijd leuker. Leijnen. Kansloos. Onmiddellijk komt dat op een standje te staan van Prohaska. Die als hij de bal verspeelt echt geen andere mogelijkheid ziet om een vrijstaande man te bereiken. Maar toch altijd dan een oplossing zoekt waardoor balbezit bijna mogelijk zou zijn. Rijkaard. Koeman. Tamata. Oh. Tamata heeft een trap. Koeman. Rijkaard. Achterin, zegt Van de Kerkhof.
Brands blijft voorin. Schoenhaker. Nee, Brands durfde niet voorin te blijven, anders had hij daar geweest. Maar hij werd teruggeroepen. Schachter. Ja, toch wel degelijk aangetikt. En wel door Willy van der Kerkhoff. En niet door de voormalige ploeggenoot van de Kuipers, waarbij hij bijna over de knie ging. Daar ging hij over de knie omdat Van der Kerkhoff al de overtreding had begaan. Anjolin hanteerde eerst de voordeelregel, zag toen de struikeling en besloot toen alsnog tot het geven van deze vrije trap. De klok tikt verder. Prohaska. Brouwneder. Niet iedereen wist dat hij vrij stond kennen. Anders had hij Wilfried meer kunnen doen. De nummer 10 van Oostenrijk. Koeman. Frankrijk Hart, Sita Amata. Maar de trap was niet stevig. Zo krijg je het publiek niet aan je zijde. Het publiek dat overigens natuurlijk gretig op een oranje succes wil inhaken. Maar tot dusver is dat publiek vrij rustig aanwezig. En dat is geen gunstig teken voor het Nederlands elftal. Want dan is het verloop van de wedstrijd niet zodanig zoals het moet zijn. Prohaska, zie hoe hij de bal afschermt en hoe hij de vrije trap vervolgens meekrijgt. Van Taamata die beseft dat hij geklopt is. Of dat er gelukkig is, kan net die trap. Nee, dat is niet gelukkig dus. De keeper was in de buurt. Er lag even een kansje voor Nederland. Petzij en Kieft doorrommelt en hard trapt. En ook nog de vrije trap meekrijgt. Tikkie ver weg voor een schot ineens van Van der Gijp. Toch maakt hij de indruk een loeier te willen geven. Schachter, Prohaska. Ja, hij zoekt een oplossing. Hij krijgt hier een oplossing. Omdat Rijkaard en Taamata voor hem gingen staan. Van der Gijp, het is voor het eerst dat Taamata op avontuur is gegaan. Het langs de lijn blijven heeft hem tot dusver weinig balbezit opgeleverd. Vandaar dat hij wat is gaan zwerven. Van der Kerkhoff. Schoenhaker. Franssen. Kienast. Overtreding van Frank Rijkaard. Overigens opvallend. De Oostenrijkers sturen bij dit soort situaties niet ontzettend veel mensen naar voren. Het waren er daar slechts 3.
Polster. Die kan dus ook schieten, ja. Maar over de uitvoering hoeven we niet ontevreden te zijn. Voor tijd voor weer wat Nederlands avontuur. Rijkaard. Geluk voor Van der Gijp, hij botste tegen Brouwneder en krijgt de vrije trap mee. Van de Kerkhof. Nou, door het foutje bij Kiedast kwam er nog iets voor Kieft uit. Schachter. Kienast bij Schoenhaker en Schoenhaker gebruikte een arm om die over Kienast heen te leggen, zodat Kienast niet kon opspringen. Vrije trap tegen de Ajax ziet. Hij mag veel te veel aan de bal zijn, die Prohaska. En als hij dat is, dan gaat het goed met zijn ploeg. Schachter. Van der Gijp. Nou, Maat is dat vrij, maar Van de Kerkhof durft dat niet aan over een grote afstand. Dan blijft in de drukte. Voordeelregel. Nu toch het avontuur op links bij Simon. Kieft, overtreding ten opzichte van Koeman bestraft. Vanaf de tribunes. Hoekschop. Ja, als iedereen hem laat lopen. Dom. Taha Mata met rechts. Met de hoekschop op links. Niemand bij de eerste paal nog. Petzij nam zijn tegenstander daarbij mee, maar kreeg wat hij wilde hebben, het ruime. Rijkaard in het midden. Wilfoert. Ja, de opbouw bij Nederland over het middenveld is er eigenlijk niet erg. Hier komt dan Koeman even aan de bal. En hier is de aanpak. Vrije trap. Hens. Ja, ze staan wel weer klaar, die vier. Maar komt er ook wat uit? Kief voorin. Rijkaard dan. Maar ze staan ver vanaf het doel van Consilia op dat soort momenten. Dus het moet wel een hele goede kopstoot zijn. Daar vanaf de rand, vanaf het strafschopgebied. Om Consilia ook werkelijk te kunnen kloppen.
Rijkaard. Kieft. De eerste fluitjes van het publiek. Voor activiteiten van Nederlandse voetballers. Die de toeschouwers kennelijk niet welkom zijn. En dat alles omdat Oostenrijk tot dusver in deze eerste helft natuurlijk het spelletje ziet voltrekken zoals het voor Oostenrijk aangenaam is. Polster. Schoenhaker. Van der Gijp. En daarna de overtreding, alleen maar om je eigen ongenoeg af te reageren. Dat betekent opnieuw winst voor Oostenrijk. Hienast. Leiner. Ja, het is weer een vrije trap. En daar heeft Nederland weinig aan dat soort overtredingen. Prohaska. Heurman. Nee, niets aan de hand. Wat al te gemakkelijk gevallen. Schoenhaker. Tamata. Buitenom komt Koeman. Tamata. En de vrije trap buiten het strafschopgebied. Ja, dat is dan toch die activiteit waar je een tijd lang op zit te wachten. De activiteit van Simon Tamata en een vrije trap vanaf een plaats die mogelijkheden heeft. Een tikje naar Van der Gijp, dat zou kunnen. Naar de rechtervoet dan wel te verstaan. Maar Consilia lijkt dat muurtje aardig te hebben neergezet. Het is wel hard, maar de muur stond er dus. Prohaska. En de counter. Geen hulp. Hij moet het alleen doen. Heurman. Nou, dat doet hij dan aardig. Normaal heeft hij de vrije trap mee en het is normaal. Voordeel zal dat zijn voor Prohaska om daar in het Italiaans te kunnen spreken met die scheidsrechter. Het kan in ieder geval nooit kwaad. Na die jaren die Prohaska bij Inter en bij Roma heeft gespeeld. Dick Schoenhaker. Het moet anders. Frankrijk uit met Prohaska. Kieft. Koeman. Vrijstaand, Schoenhaker. Van der Gijp. Ja, het is nog te veel hoop. En te weinig ingebouwde zekerheid bij zijn activiteit. En zo is in zo'n duel de werkelijke speeltijd toch eigenlijk maar gering. Van der Gijp, Kieft op tijd gestart. Overtreding.
buiten het strafschopgebied. Zet er niet zijn schouders erin. Wel degelijk, dat deed Turmer, althans zo legt Anjolien het uit. Geen slechte beslissing. Want Kieft was bijtijds weg en die Turmer, die nummer 3, moest daar ineens tegenaan. Prohaska heeft een duelletje met Van der Kerk op, wat niet nodig is. Waarbij Prohaska het snel nemen van die vrije trap trachtte te verhinderen en dat lukte hem. En daarbij was Van der Kerkhof te fel. In de regen, in de 43e minuut, zit er misschien toch nog iets in voor dit Nederlands elftal uit zo'n situatie. Uit aanvallen zijn niet veel kansen gekomen. Nu is de linkervoet van Koeman aanwezig. Hij heeft wel eens gescoord op de Platini-achtige wijze. En ook staat Van der Gijp weer in de breedte opgesteld. En die is er, zoals bekend, voor de harde knal. Of doet daar Maataert aan die kant met rechts. Wat een moeilijke krul dan voor hem. Koeman. Ja, de kinderhand is nog niet gevuld. Koeman duwen door Rijkaard. Ja, daar gaan ze weer, de seconde. Petzij. Kienhorst. Michel van de Kooiput. Rijkaard. Ja, dan komt Nederland er niet uit. Datgene waarover gesproken is, het zo snel mogelijk tegengaan van het opzetten van een aanval, dat doet Oostenrijk hier. Schoenhaken van de Kerkhof. En het einde van de eerste helft is bereikt. En ja, het publiek, dat komt hier met reacties die wel boekdelen spreken, want het gaat Nederland nog lang niet voor de winst. Misschien dan in de tweede helft straks beter. Nu weer eens terug naar Hilversum voor een uitzending van Sopitera. Ja, u ziet het, de spelers zijn terug. Wat zal Nederland doen? Het advies van Gullit lijkt duidelijk. En afgelopen zaterdag is hier in ditzelfde stadion een oefenpartijtje geweest. Toen zijn er 3 varianten aan de orde gekomen. In eerste instantie gewoon spelen vanuit die 0-0 stand. Daarna een situatie waarbij het echt moest. Het zoeken van meer risico, meer in de aanval. Maar ook een kwestie van het vasthouden van een voorsprong. Wel, op het ogenblik zijn we er natuurlijk nog niet veel verder dan die 0-0 stand, waarbij voorzichtigheid toch ook nog voor Nederland geboden blijft. Wil eventueel die hele kleine kans via winst in Hongarije nog eens aan de orde komen. Maar veel fijner is natuurlijk om hier gewoon te winnen. En dan zeker te zijn van plaats nummer 2 en dan in oktober weer eens verder te zien. Helemaal zeker ben je natuurlijk nooit van plaats nummer 2. Maar bij een overwinning zit dat toch wel redelijk goed veilig in de kluis. Maar ook niet gezegd, de eerste helft is vooral voordelig voor Oostenrijk geweest. Heel voordelig. Van de Kooiput, Brands. En wat opviel in die eerste helft was ook dat Prohaska Rijkaard terugdrong naar een positie van voorstopper.
terwijl Rijkaard eigenlijk over Prohaska heen zou moeten gaan. En hier is dan weer dat vastzetten al voor de Oostenrijkers in het vroeg stadium. Wat ook erg gunstig verliep voor de Oostenrijkers tot dusver. Nieuwe impulsen uit de rust, wel die kunnen er zijn. Koeman van de Kooiput. Willy van de Kerkhof trekt nu ook wat door aan de rechterkant. De basis moet er goed zijn. Prohaska. Benny Wijnstekers, Frank Rijkaard. Voilà, de Leeuw, met dat hemping is weer opgezocht. En begeleid de vrije trap die Nederland krijgt hier na die overtreding van Brouwneder ten opzichte van René van der Gijp. Schoenhaker. Willy van de Kerkhof op rechts van de Gijp. Hij zit in een aardig blok van de Gijp, maar Rijkaard kon er desondanks nog niet bij. Van de Gijp. Rechts is hij. En dat bleek. Koeman. De kans van de Gijp. Die bal die teruggelegd wordt, komt voor René van der Gijp. En die haalt ineens uit zoals het moet, dat wel. Polster. Polster. Kienast blijft achter de bal en gaat scoren. Nee! Oh, wat geeft hij die kans weg. Het was geen buitenspel, hij bleef achter de bal. Jongen, jongen, die Oostenrijkers hebben toch de beste mogelijkheden gehad. Voor rust, Polster en nu die Kienast. Vrije trap voor Oostenrijk. Twee keer van Breukelen, goed de goal uit. Maar het neemt niet weg dat Kienast had moeten scoren. Gelukkig is dat niet gelukt. Koeman. Tamata. Overtreding van Kieft, wordt niet bestraft. Haalde de voeten weg bij Petzij. Van de Kooiput, Wijnstekers. Wilfoert. Prohaska kan. Die snelheid heeft hij niet om daar zelf achterheen te gaan. Het ligt ook niet in zijn aard. Herbert Prohaska, daar rechts onder in beeld. Kamata. Van de Gijp ingezeind. En Petzij, nu kun je zelfs naar Roep van Holland laten trappen. Als het geboden is, dan schiet hij ver weg. Schoonheid is een andere affaire. Brouwneder. Besloot het vallen. En de Oostenrijkers pakken de draad alweer snel op. Kijk eens aan. Bij de bal staan,
weglopen en op de laten trappen. Het zijn bekende internationale wetenschappen, dat wel. Pinast tegen de handen aangeschoten, maar geen hens dan. Schoenhaken. Van der Gijp ontsnapt. De besluiteloosheid moet niet te snel tentoon worden gespreid. Maar valt hier wel af te lezen. Het leek een overtreding. En dat was het ook. Turmer was het. Nogal hardvochtig was hij met Tahamata. Koemans vrije trap. Van der Kerkhof maakte ook een overtreding. Ja. Is natuurlijk veel te druk bezig. Prohaska. Schachter. En Wijnstekers. Van der Gijp. Ligt de boel nu ook even open aan die kant of niet? Nee. Wel, door het misverstand. In de rug lopen door Schachter. Vrije trap Nederland. Lubbers, hoge woning, Kerkum, Van Marle. Het zijn slechts wat mensen daar op het officiële gedeelte van Feyenoord tribunes. Van der Gijp gooit in. Doet het op de verkeerde plaats en moet dus opengooien. Nu van de Kerkhof. Tahamata. Het was wel slim wat hij deed om de bal te laten passeren, maar dan moet je er zelf wel achteraan kunnen. Neutrale kijkers zullen dit mogelijkerwijs toch een vrij matig potje vinden. Met weinig spectaculaire momenten. Ook ze moeten genieten van een overtreding zoals hier. Polster. Die krijgt dan ook onmiddellijk deze vrije trap tegen en de gele kaart. En vaak de domme overtredingen die daarvoor in aanmerking komen. En geniepige schoppers lopen nog wel eens weg zonder dat soort kaarten te zien. Herman. Obstructie. Kienast. Van der Gijp mocht dat aantikken van Brouwneder doen. Schoenhaken door Petzij in verhaal. Goed snel genomen en niet buitenspel, Dick Schoenhaken. Kieft. Zo, een moment van niet opletten. Bij Oostenrijk. En een snel reageren aan Nederlandse zijde leidt tot niet. Van der Kerkhof. Schoenhaken. En de blonde kieft. De opening is er. Tiende minuut naar rust. Eén
Nederland. Wim Kieft. Overtreding te Amata. De gele kaart ook voor hem. Simon te Amata, omdat die scheidsrechter aanvoelt dat nu het hete gedeelte mogelijkerwijs gaat komen van het duel. En voorzorgsmaatregelen zijn dan nooit slecht. De sfeer is aanwezig. De wedstrijd moet anders worden. Proaska. Brouwneder. Overtreding. Licht duwtje Rijkaard. Nederland maakte voor rust 18 overtredingen. Na rust zijn er inmiddels 4 gemaakt. Oostenrijk was voor rust 10 keer fout. Hij maakte ook al 4 overtredingen in de tweede helft. Proaska. Komt al een wissel aan, zou je zo zeggen, want dat is Adrie van Tichelen die er door het beeld schuift. De verdediger en de man voor klussen van alle omvang. Michel van der Kooiput. Ja, Oostenrijk moet nu komen. Dat zou dus ook kunnen betekenen dat Nederland wat meer ruimte krijgt. En dat er meer eer valt te behalen. Kijk, Petzij is bijvoorbeeld nog niet vooruit geweest. Nu doet hij dat wel, althans en onder een poging. Rijkaard. Kienast. Petzij. Lange halen, vroeg bij Polster. Van de Gijp. Niets aan de hand. Kienast. Nog een dure misser die hij vast heeft gemaakt. Vroeg in de tweede helft. Petzij. Heurman. Turmer en Rijkaard. Proaska. Heurman. Overtreding Heurman. Vasthouden daar. Heurman. Petzij. Kienast. Buitenspel dreigt bij Schachner. Nee, niet buitenspel. En dan is hij weg. Schachner. Oh. 1-1. Zo. Alles valt in duigen. Net niet op het randje van buitenspel. Hij kwam terug. En dan is hij heel goed weg. Daar bij Wijnstekers. En dan doet hij wel datgene wat moet gebeuren in zo'n situatie. Hij tikt die bal over de vallende keeper heen. Kijk, hier loopt hij buitenspel. Dan komt hij terug. En daar is hij voldoende teruggekomen. Ondanks dat appel van Benny Wijnstekers. Walter Schachner. 15e minuut. Tweede helft. 1-1.
Dat is geluk voor Oostenrijk. En heel veel pech voor Nederland. Want nu kan Oostenrijk onmiddellijk weer de draad oppakken van de speelwijze zoals zo lang gunstig is verlopen. Prohaska. Met nog een half uur te spelen. Zijn dat de feiten? 1-1. En weinig lol voor Nederland met die stand. Van Tichelen blijft nog langs de lijn. Weer snel van de Kerkhof. Brands voorin. Voor de lijn gehouden. Dus geen hoekschop. Schoenhaker, vrije trap tegen. Ja, dan krijgen we die verhaaltjes ook weer. Bal verleggen, tijdwinst boeken. Schoenveter vastmaken, kousen optrekken. Ja, vrije trap, zie je wel. Alles gaat open. Het arsenaal van alle mogelijkheden wordt even benut in zo'n situatie. Vrije trap tegen Schachter. Daar is niemand, maar dat is... Het meeste wat Petzij deert, bal weg, is het belangrijkste verhaal wat hem te verstaan is gegeven. Van de Kooiput, goede bal, te hard schiet de bal door. Beenakker staat langs de zijlijn, gaat weer zitten. Er is toch enige twijfel over wat nu te doen. Gele kaart. Gaat uit op dit moment naar Consilia vanwege dat te langdurig wachten met het nemen van die doeltrap. Dat betekent overigens dat hij nog er wat tijd bij krijgt. Dat is heel erg mopperen, zal hij niet doen. En Prohaska lacht onderweg wat met de scheidsen. Weer. Polster met Brands, Prohaska was buitenspel van Schachter. Er werd niet voor gefloten omdat Van Breukelen de bal oppakt. Koeman. Bal buiten, ingoal. Ja, en zoals die Prohaska die daar nu weer gaat ingooien, man is met een duidelijke stempel op een wedstrijd. Zo heeft Nederland natuurlijk helemaal niemand die hier tot dusver het toonaangevend is. En dat is dan toch ook een belangrijk verschil. Dat is een vedette. De vedetten lopen er in het Nederlands team niet rond. Dat wil niet zeggen dat je kansloos hoeft te zijn natuurlijk. Maar de tijd dringt. Kienast, Herman,
Rohaska weer vrij. In de breedte. Dan moet je echt kunnen pasen. Oostenrijkers weten nu dat de scheidsrechter dus toch iets beter oplet op dat langzaamaan gedoe. Om niet al te veel gele kaarten op te lopen is dat toch wel iets om rekening mee te houden. Jagen doe je niet alleen, jagen doe je met z'n allen, anders loop je voor joker. Rijkaard. Koeman. Tamata. Nu beter. Overtreding van Petzij. Te gevaarlijk met dat been ingesprongen. Vrije trap Nederland. De Prohaska zorgt nu dat die vrije trap niet te snel kan komen. Tamata. Ver van de goal af moest Brands weer koppen. En het zijn van die balletjes met een lop. Het zijn geen strakke ballen. Dus er moet wel erg veel kracht uit zo'n kopstoot komen. Zoals Brands hier moest geven. Hinast. Koeman kan. Uit de hoek was nog niet veel gekomen. Hier komt het dan. De Gijp had er bijna Hens voor over om maar vooral in balbezit te geraken. 1 tegen 1. Meer dan dat. Schachner. Polster is ook voor. Schachner. Brands. Is goed dat hij overnam. Heeft een hoger tempo in de wedstrijd dan voor rust. En wat krijgen we nu? Verhalen aan de Oostenrijkse zijde vanaf de bank. Die niet geapprecieerd werden. Een goede scheidsrechter. Kent het klappen van de zweep. Koeman komt. De bal schiet ineens door, achter. Toch op een nat veld. Krijg je dat. Prohaska. Ja, als je hem turft in de wedstrijd, die Prohaska, dan moet je toch waarschijnlijk constateren dat hij erg veel goede passes geeft. En dat hij ontzettend weinig balverlies leidt. Zie je ook de wit langs de lijn? Maar louter ook met de bedoeling om zich voor te bereiden op binnenkomen en nog niet werkelijk om binnen te komen. Dat is dus nog van Tichelen. Ja.
Van der Gijp. Kief van der Gijp. Ja, dat zijn toch die spaarzame momenten waarop het moet. Heel goed werk van Kief trouwens. Hier komt de kaats. Hij zet zich heel goed neer, Wim Kieft. Ja, dat tekst, die tekst is bedoeld voor Frank Rijkaard. Ga dieper, ga meer naar voren. De tekst van Beenhakker. Want nu blijf je te veel hangen als een soort voorstopper. En je moet nu voorin verschijnen. Schoenhaken. Rijkaard komt aan de buitenkant. Wijnstekers. Er is geen moment in de wedstrijd geweest waarop hij naar voren is gekomen. Dat onderdeel, dat sterke onderdeel van zijn spel, kon hier niet aan de orde komen. Omdat hij vastgebonden was aan een directe man. Aan een verdedigende positie. Nu heeft hij te maken met Wilfried. Schoenhaken. Van der Gijp. Rijkaard. Terug kan niet. Nou, als je zelfvertrouwen hebt, kan dat wel natuurlijk. Het verschil is rust aan de Oostenrijkse kant en wildheid en daardoor ook overtredingen aan de Nederlandse kant. Dan moet Oostenrijk ook niet zo hard natuurlijk. Het wordt weer pijnlijk bewezen hier. En vol ambitieuze plannen. Beenhakker. Nederland wint tot dusver in de voorronde van het wereldkampioenschap voetbal 2 keer van Cyprus en nog niet meer dan dat. Het is de schamel. Gevoegd bij de nederlagen die er tot dusver zijn geleden. Het is een beetje een pijnlijke periode hier eigenlijk tot dusver. Of krijgt Rijkaard nu dan tenminste balbezit? Er is nog een kwartier. Ruim. Tamata. Brands. Koeman. Er komt meer uit die linkerhoek in de laatste minuten. Er is heel weinig gekomen uit de hoek tot dusver. Te weinig. Van de Kooiput. Ingooi voor Kienast. Kienast, een middenvelder. Die dat werk ook weer overlaat aan een ander. Kienast overigens een middenvelder. Die begonnen is in de Oostenrijkse competitie als vrije verdediger. En hier verscheen hij weer bij Van der Gijp. Dat is een overtreding. Op Kieft. Die werd vastgepakt door Turmer. Maar Angelin zegt niets. Of hij zegt doeltrap. Rijkaard.
In 78 plaatste Oostenrijk zich voor het wereldkampioenschap en toen werd Oostenrijk nog afgedroogd in dat wereldkampioenschap door het Nederlands elftal. Maar waar zijn de tijden van de gouden spetters van Arie Haan gebleven? Zo'n afstandsschot, zoals in 78 beroemd werd. Zo'n knal is van afstand hier vanavond. Zou de boel ook kunnen opvrolijken. Kieft. Het is nu moeizaam combineren. Of. Schoenmaker naar de techniek. Van de Kooiput. Tahamata misschien. Ingooi Nederlands. Wissel komt eraan. De Wit. Robbie de Wit komt. En Van der Gijp gaat eruit. Dan zal Tahamata mogelijkerwijs naar rechts gaan. En dan krijgen we een echte linksbuiten weer daar. Tahamata, nu op rechts dus. Brands dacht hem mee te nemen, Concilia. Hij speelde tot dusver, dat dacht ik toen nog het beste in die Nederlandse ploeg. Ja, hij heeft geen plaats waar dat herhaaldelijk blijft, blijkt. Het geweldige vuur, dat had moeten losbarsten, wil maar niet echt hard komen. Nieuwe wissel, nu aan Oostenrijkse zijde, daar gaat Polster eruit, Ristić erin. Dat betekent de middenvelder voor een spits. Dat wil dus ook zeggen dat deze man extra op het middenveld komt en dat alleen Schachter voorin blijft. Ristić ook van Rapid Wien. Tahamata. Geen slechte trap van de Kooiput. Alleen die bal is natuurlijk te lang onderweg en biedt een verdediger gelegenheid om terug te keren. Tahamata. Petzij hoekschop. Het kan allemaal nog wel. En het gaat per slotverrekening slechts om één goal. De hoekschop van Koeman. Brands gezocht. Wijnstekers. Van de Kooiput. De Wit. Brands. Van de Kerkhof. Rijkaard. Koeman. Valt gauw. Dat is geen slechte plaats misschien om te vallen als de weg verder zo vol lijkt. Hij ging over de benen bij Heurman, die zichzelf van geen kwaad bewust was. Vrije trappen van Nederland zijn tot dusverre niet echt gevaarlijk geweest. Of het moet zijn die ene gouden, althans die bijna gouden, die toen snel genomen werd. En waaruit het enige doelpunt van Nederland kwam. Tahamata. Rijkaard. Proaska dus weg.
Ja, dit Nederland zelf dat komt niet tot overleg. Het is zo onrustig als wat gedurende de gehele wedstrijd. En het onrustige gevoel wordt natuurlijk gevoed door momenten als hier, maar er gaat toch wel weer een gele kaart uit. Naar Wilfried nu. Had hij nog niet gezien. Ayolien verontschuldigt zich eigenlijk ook, maar dan moet je maar niet zo vervelend doen. Tijd trekken. Hens. Willy van der Kerkhof. Nou. Uitstand, Frans. De Wit. Nu dan, Frans. Komt niet. Hogerop. Tamata. Prohaska. Het lijkt erop alsof Willy van der Kerkhof een tegenstander heeft gevloerd onderweg. Dat doet hij nu weer, maar nu mocht het. En Brouwneder lijkt een klap in zijn gezicht te hebben gehad. Maar hij is weer op de been. Hij staat nu en reageert vervolgens op deze manier. Schoenhaken. Rijkaard. Vrije trap tegen Kienast. Zenuwenwerk, dat is het wel, omdat het natuurlijk gedurende de gehele wedstrijd spannend is. Haalt Nederlands elftal een volgende strohalm of niet? Brands. Brands, Koeman. Wie beweegt zich verder? Wie kan in de beweging een bal aannemen? Nee, weer een onderbreking. De hoop van Nederland is vooral gebaseerd op dit soort momenten. Een hoge bal daar in het strafschopgebied. Kieft komt hoog, dat wel. Prohaska. Ristic, Heurman, Prohaska, de voetballer van de avond natuurlijk toch. Koeman, De Wit komt. En de precisie was er niet. Brands. Brouwneder. Nog 5 minuten. Van de Kooiput. Brands. Weer Petzij. Schoenhaker. Hij wil weinig bij lukken in die tweede helft. Het is de man die de bluf predikt, Leo Beenakker. De moed, kun je dat ook noemen. Maar het spel moet ook goed worden uitgevoerd. En daartoe was dit Nederlands elftal vanavond niet lekker in staat. Wilfried, nog een keertje Schachter. Ristic. Kan weinig. Nu? Ja, het kan weinig. Weliswaar 4 mensen. Oh, dat kan veel. Omdat hier een overtreding is gezien van Brands.
Hij heeft niet veel te doen gehad. De twee keer dat hij er moest zijn, was hij er. Hans van Breukelen. En bij die andere keer, bij het doelpunt van Oostenrijk, viel er geen eer te behalen. Want toen was Schachter ineens die gevaarlijke spits die bij een ploeg die op de counter speelt, nu eenmaal kan zijn. 1-1, Ristić. Het geeft niet wat je erbij doet als je maar ver wegtrapt. Lijkt zo'n beetje de opzet te zijn geweest. Want daar achter dat doel van Van Breukelen is een leeg gedeelte, zonder publiek. Dus duurt het even voordat zo'n bal terug is. Er staan overigens wel ballen, jongens. Nog een minuut of drie. Tahamata. Pan van de Kerkhof dat dan verder. Van de Kooiput. Hoekschop. Een hoekschop van Robbie de Wit. Nederlands Hoop begeleidt hem. Strak genoeg. Op de lijn Consilia, de kopstoot van Kieft weer. Schachter. Met Van de Kerkhof. Petzij. Buitenspel. Het kan geen kwaad, vindt Schachter. Dat houdt weer lekker op. Van de Kooiput. Koeman. Rijkaard duwt. Prohaska. Van de Kerkhof. De felheid. Schoenaker. Kieft. Brands. De Wit. Consilia. Ook dat nog. Die had er niet bij gemoeten. De Wit. Van de Kerkhof. De Wit. Nog maar een keer. Petzij. Van de Kooiput. Au. Nee, het is een ingooi. Dat weet iedereen. Maar ten koste van een gele kaart willen wat Oostenrijkers dat heus nog wel vergeten. Turmer. Goed gedaan, Willy van de Kerkhof. Hij zette daar nog even de duimschroeven aan, maar haalt het effect niet. Consilia. Hoeveel tijd valt er bij te trekken eigenlijk? Naar aanleiding van de wissels, bijvoorbeeld, die er zijn geweest. Heurman, overtreding Brands. Blessurebehandeling. Ja. Dat speelt Oostenrijk in de kaart. En Nederland moet zich, vrees ik, opmaken. Voor nieuwe bespiegelingen. Maar ja, dan moet je toch wel hopen op een heel groot wonder. Want weliswaar is het zo dat Nederland evenveel punten heeft als Oostenrijk. Maar de volgende wedstrijd van Oostenrijk gaat tegen Cyprus. En de volgende wedstrijd van Nederland is tegen Hongarije uit. En Hongarije heeft inmiddels de faam gekregen op goed Europees niveau te zitten. En dat kunnen de andere twee landen die hier vanavond spelen niet zeggen. Nummer 1 uit groep 5 gaat over. Dat is Hongarije. Nummer 2 komt tevoorschijn na 14 mei. Want hoop doet leven, nietwaar. Maar de overwinning die Nederland in het zadel had geholpen, die overwinning is er vanavond niet uitgekomen. Dus de kans op een extraatje in oktober is gering. Prohaska. Kienast.
Zeggen die Oostenrijkers hebben gedisciplineerd en aardig gevoetbald vanuit hun oogpunt bezien. Zonder dat het natuurlijk boeiend is. Maar Nederland heeft het niet stuk gekregen, die organisatie. Nu, misschien nog één keer hopen in de laatste minuut. Kief dan. Ook hij niet. Rijkaard. Waar is die knal van afstand? Schoenhaker, Kief. Consilia. Schachter, niet buitenspel. Twee aanvallers, drie verdedigers. Prohaska meldt zich. Prohaska. Doet hij dan ook nog de das om? Nee, want weer is daar een goeie van Breuk. Dan wordt een lange trap naar voren. En dan gaat het nu over het klokkijken van Anjolien. En die besluit dat het over is. 1-1. En de diepe teleurstelling zit bij het Nederlands elftal. Even te Napel. Ga je gang beneden. Leo, dit had een leuk gesprek moeten worden, maar het wordt het niet, hè? Nou, nee, het is een enorme teleurstelling voor iedereen, dat is duidelijk. En ja, het zij zo. Waar is het fout gegaan? Ik denk dat het fout is gegaan dat we matig gevoetbald hebben. Kijk, het is altijd zo dat je voor zulke wedstrijden nodig hebt dat iedereen op zijn niveau speelt. Nou, we hebben duidelijk gezien dat een aantal spelers zijn onder hun normaal niveau gebleven. We hebben het beeld van de laatste weken in de Vaderlandse competitie niet helemaal kunnen doorbreken met een aantal. En ja, dan op dat moment heb je te weinig om zo'n wedstrijd naar je hand te zetten. Want dat is het probleem geweest natuurlijk. We hebben te weinig kunnen domineren omdat we gewoon, denk ik, matig gevoetbald hebben. Is deze wedstrijd misschien toch een beetje te veel?